Ik kijk even naar TRX BUSD op de 5 minuten. Ook hier, dit zijn 5 minuten candles. Zou best lang kunnen duren, maar hier ga ik wel instappen. Oh, dat doe ik ook met een ladderorder. En een reden waarom ik hier instap, dat ga ik zo meteen uitleggen. Vanaf break-even 0,25 voor 100%. En bij deze zet ik nog geen bijkoop neer. Daar wacht ik even. En de reden daartoe ga ik zo meteen ook uitleggen. Waarom ben ik in deze trade gestapt? Je zou zeggen, 5 minuten candles, dit is een lange periode. Hij is hier voor het laatst bij de bovenste band geweest. Hier heeft hij een behoorlijke drop gemaakt. En waarom stap je dan toch in? Nou, de reden waarom ik ben ingestapt, je ziet hier ook al 2 extra lijnen staan die ik normaal gesproken nooit aan heb als ik aan het live traden ben. Dit zijn 2 MA-lijnen. De een is de MA200 en de ander is de MA50. Nu gebruiken we deze lijnen bij de SBM-methode. En deze trade was een perfecte instap voor de SBM-methode. We kijken naar de MA200, we kijken naar de MA50. Ja, staan die boven elkaar? En dan kijken we op welke plekken die staat boven de MA20. We kijken ook naar de Pacer. Die staat onder de MA20. En dat is voor mij een mooi rijtje om te zeggen, en daar stap ik in. Ik geloof nu in deze trade. Ik weet zeker dat deze trade gaat stijgen. Deze prijs gaat stijgen. Mocht die voorlopig nog niet gaan stijgen en gaan dalen in prijs, dan kan ik altijd nog een keertje bijkopen. En bij de SBM-methode koop ik pas bij als er weer een juist instapmoment is. Dus ik zet niet alvast hier of hier of op een bepaald percentage mijn bijkoop neer. Nee, ik doe pas een bijkoop als mijn instap weer volledig voldoet zoals ik hier ben ingestapt. Wat ik nu doe, ik wil heel graag, als er een melding komt over TRX, dan wil ik die wel weten. Dus ik hou wel even mijn belletje aan van de scanner. Dus iedere keer als mijn belletje gaat, kijk ik even, en ik zie het natuurlijk ook wel hier aan de chart, of er een melding komt, een instapmelding komt voor TRX. En het mooie bij de SBM-methode is dat je eigenlijk ziet dat de prijs getrokken wordt naar de MA50-lijn. Nu heb ik mijn verkoop op 0,25% gezet, want dat hou ik vaak nog steeds aan. Maar ik zou het zelfs bij de MA50 kunnen zetten, want de prijs trekt vaak naar de MA50 toe en soms zelfs nog wel eens naar de MA200. Dat risico vind ik vaak te groot, dus ik wil snel in en uit een trade. Dus daarom hou ik nog steeds 0,25 aan. Maar je ziet wel, de prijs soms kan de prijs echt nog wel een behoorlijk eind zakken, maar dat die dan toch weer omhoog klimt richting de MA50. Sascha zegt, kijk je tijdens de SBM ook naar chartpatronen? Nee, je kijkt echt alleen naar die 4, of eigenlijk 5 in die, je gebruikt 5 indicatoren gebruik je. Daar kijk je dus echt naar. Maar je kijkt voor de rest niet naar chartpatronen. Um,
Ankie zegt, ik dacht dat je gezegd had dat je bij de SBM-methode ook de chart beter zou leren lezen. Ja, maar dat heeft niets met chartpatronen te maken. Chartpatronen zijn weer andere dingen. Je leert hier wel veel meer chartkennis over wat gaat de prijs doen. Je ziet ook gewoon wat er gebeurt. En je kan eigenlijk van tevoren al deels voorspellen. Dat kan eigenlijk niemand, want niemand heeft een glazen bol. Maar je ziet wel wat er gaat gebeuren. En daar kan jij op richten. En daar krijg je ook veel meer kennis door. Ook van als je op een bepaald moment instapt, dan weet je, goed, maar hier gaat hij nog wel naar beneden. In het verleden is dat en dat en dat gebeurd. Ik zie nu wel een melding aankomen, maar ik wacht nog even. Dat zijn allemaal kennis die je opdoet vanuit de chart. Omdat je de chart anders bestudeert dan dat je bijvoorbeeld de stopmethode hanteert. Want dan zet jij bijvoorbeeld op een -1,75 een bijkoop. Of op de afstand van je instap naar de MA20 zet je bijvoorbeeld je bijkoop. En dan kijk je niet van, is dit eigenlijk wel de juiste bijkoop? Moet die misschien niet 0,5% omhoog of 0,5% naar beneden? Gezien bijvoorbeeld het verleden van deze chart of hoe deze lijnen staan. Nou, we zien dat de prijs hier nu eigenlijk net onder de MA20 een beetje blijft hangen. He, onze break-even lijn. Hij moet door die MA20 heen. Kost vaak wel een beetje moeite. We zijn inmiddels door de MA20 lijn gegaan. We zijn nu net boven ons break-even lijn. En op weg naar onze verkooporder. Je ziet ook hier bij de stochastic, de lijnen zijn nu in overbod gebied. Wijzen allebei nog omhoog. De blauwe is net iets omgeklapt. Maar hier zie je bij deze, de staafdiagrammen zijn groen en worden steeds groter. En hier is de blauwe lijn door de rode lijn vanaf onderen gekruist en wijst ook allebei nog omhoog. Dat houdt in, of dat duidt erop, dat de prijs nog steeds aan het stijgen is. Het voordeel van deze SBM-methode is, ik hoef eigenlijk niet continu alert te zijn bij deze trade. Sommigen zouden zeggen, ja, maar het is wel gevaarlijk nu, want je hebt geen stop los staan. Wat als nu in één keer de prijs naar beneden pumpt? Je kan zeggen, ik zet een stop los neer, maar je hebt ook nog budget om een bijkoop te doen. En ik zeg niet van, ga in deze trade en ga een middagje boodschappen doen of een middagje winkelen of ga naar bed of weet ik veel. Dat zeg ik niet. En helemaal niet als je nog de eerste bijkoop moet gaan doen of zou kunnen gaan doen. Dan niet. Maar je kan wel de scanner instellen dat jij bijvoorbeeld alleen een melding krijgt op TRX. Dan ga ik even kijken. Is het een melding op de 5 minuten chart? Want dat moet natuurlijk ook wel kloppen. Nou, heb je die melding binnengekregen op de 5 minuten chart? Dan ga je kijken. Kloppen mijn overige? Hè? Want is het ook een SBM melding? Daar moet je natuurlijk ook naar kijken. Want dat moet ook kloppen. Nou, en dan wordt het voor jou pas een bijkoopmoment. Eerder niet. En is het geen bijkoopmoment, ook al zeg je ja, maar het is bijna, het is op een hanaar. Nee, gewoon niet bijkopen, dan komt er zeker nog een beter bijkoopmoment. Je kan beter wat later en wat lager bijkopen dan dat je te snel hebt bijgekocht. Nou, heb je dan je tweede bijkoop gedaan, dan zit je met al jouw budget in de trade. En dan is het tijd om een stop los te plaatsen.
Nou, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. En dit is een 5 minuten chart, hè? Dus deze duurde ook wel wat langer. Nu gaat de prijs iets zakken. Nou, mag wel even, maar daarna moet je weer omhoog. Kijk, de prijs mag best even iets naar beneden gaan, want het gaat nooit allemaal in één rechte lijn omhoog. Alleen, ik had liever gehad dat hij net iets hoger was gekomen. Om te beginnen, Tim, doen we bij de SBM-methode, houden we eigenlijk 0,25% winst aan. Daar starten we mee. Je krijgt het vanzelf in de gaten dat jouw trade continu wel naar bijvoorbeeld de MA50, de prijs, naar de MA50 is getrokken. Of zelfs naar de MA200 is gegaan. Op een gegeven moment heb je daar best wel veel vertrouwen in gekregen en ga je al traden op om bijvoorbeeld niet op 0,25% jouw verkoop te zetten, maar bijvoorbeeld net onder de MA20 te zetten. Of zelfs net onder de MA50 te zetten. Maar we zeggen, als je gaat starten met de SBM-methode, wil je zoveel mogelijk ervaring opdoen, wil je zo snel mogelijk in en uit de trade en hou je 0,25% winst aan. En daarom vind ik het heel belangrijk om, als jij volledig in een trade zit, dat jij met je volledige budget, dat jij dan wel een stop los gaat gebruiken. Maar stoploss blijft een belangrijk iets bij traden. En niet alleen om jouw risico te beperken, om jouw kapitaal te beschermen. Tuurlijk, dat is de hoofdreden. Maar ook om niet te lang in een trade te zitten. Ik word liever uitgestopt met een paar procent, dat ik mijn budget weer heb en dat ik weer verder kan traden. Dan, ja, hè, want ik vertelde net, hè, in vorige week 1 dag 17 trades kunnen doen met de SBM-methode. Ik geloof dat ik na mijn 6e of de 7e trade was volgens mij een verliestrade. En ik had zoveel verlies, laat ik zo zeggen, dat van die eerste 5-6 trades was eigenlijk mijn winst weg. Dan kan je balen en dan kan je zeggen van, heb ik die 6 trades voor niks gedaan, nu is mijn winst weg. Nee, ik accepteer die verliestrades, goed, hè? Maar ik heb weer budget. De meldingen stromen binnen op mijn scanner, ik stap gewoon weer in de volgende trade. En uiteindelijk heb ik na de 17 trades, ben ik gestopt met ruim 3,5% winst op mijn hele portfolio. Nou, en daar ben ik, zeg maar, ja, ik heb veel tussendoor gedaan. Zeg dat ik daar van 's ochtends een uur of 11 tot 's middags een uur of 5 mee bezig ben geweest. Maar ik heb veel tussendoor gedaan. Het is niet dat ik geconcentreerd alleen maar aan het traden ben geweest. Ik heb daar veel, ik volg ook nog een opleiding. En ik heb tussendoor veel kunnen leren. En ondertussen lekker gewoon ruim 3,5% op mijn portfolio kunnen pakken. Dus ja, Marolieke, het is wel eens interessant om te zien. Het zijn geen snelle trades in ieder geval. Meestal doe ik de SBM trades alleen maar op de 1 minuut. En we zitten nu op de 5 minuten. Hè? Dus sowieso duurt die al veel langer. Ik heb voor mezelf altijd een... Sascha vraagt, na hoeveel uur zeg je ik stap eruit? Zet je voor jezelf een maximale tijd neer. Ik kijk altijd om de 30 candles wat ik ga doen. Dus dan beslis ik wat ik ga doen. Als ik hier ben ik ingestapt. En hier is het punt. Hier is het punt dat mijn candle nummer 30
is bereikt. Dan op dit punt ga ik kijken, ga ik deze trade verder laten lopen of stap ik uit? Stap ik uit, nou, dan verkoop ik ook op wat op dat moment zeg maar de waarde is. Dan verkoop ik dat op dat punt. Zeg ik van nee, ik blijf zitten, want daar heb ik een aantal afwegingen voor. Ik zie dat hij zeker nog wel heel veel potentieel heeft. Er zijn weinig andere meldingen op de scanner. Dat weegt voor mij allemaal mee. Dan ga ik kijken naar de volgende 30 candles. Waar zit de volgende? Die zit hier. Dan wordt dit mijn punt om te beoordelen van stap ik eruit, ja of nee. Kijk, zijn het 1 minuten candles, dan is dit dus na een half uur. Dus na een half uur ga ik kijken, stap ik uit, ga ik verder. Nou, blijf ik zitten, dan ga ik het half uur erop weer kijken, stap ik uit, ga ik verder. Maar, dit zijn 5 minuten candles. Dus het is 30 keer 5 minuten. Dan zit je op 150 minuten. Dan zit je al op 2,5 uur. Dus dit gedeelte, dit stuk duurt al 2,5 uur. Ik zou eerder een overweging nemen om hier dan uit te stappen. Dan hier. Want als ik dan ga naar de volgende punt, dan ben ik 5 uur lang in een trade. Maar stel, ik ga hier ook niet uitstappen als mijn tijd straks voorbij is. Nee, dan zet ik gewoon een stop los. Ja, ik verkoop dan meestal tegen een market order. Ja, want dan ben ik er gewoon het snelste uit. Dan zet ik bijvoorbeeld mijn... maak ik er een OCO van en dan laat ik hem uitlopen. En ik hoef er dan ook voor de rest niet meer op te letten. Is het zo dat ik op een gegeven moment nog wel een paar momenten inplan om even te kijken, is die melding gegaan, ja of nee? Is die verkocht, ja of nee? Ik krijg de meldingen ook altijd op mijn horloge hè, of op mijn telefoon door. Omdat ik, dat is weer het voordeel van alt-trading. Mijn portfolio zit ook gekoppeld aan alt-trading. En alt-trading geeft voor mij meldingen door op mijn telefoon en op mijn horloge. Als ik een koop- of een verkooporder heb gehad. Dus mocht ik een melding krijgen, hè, ik doe hier nu een OCO van maken. Ik mocht een melding krijgen van TRX, is verkocht. Dan check ik altijd even, is alles verkocht? Of heeft hij hem toevallig alleen maar gehit? Want heeft hij hem gehit, dan is mijn stop los weggegaan. Hè? Al heeft hij maar 1 satoshi verkocht, dan is je stop los verdwenen. En ja, dan moet je weer een nieuwe stop los zetten. Maar 9 van de 10 keer is wel alles gehit. En dan sluit ik de trade ook voor de rest gewoon verder af. Dus ik blijf wel up to date. Het is niet zo dat ik als ik ergens heen ga waar ik absoluut niet kan managen, zeg maar, waar ik absoluut de trade niet kan managen, dan ga ik op dat moment uit de trade. Ja, hoe jammer het soms ook is, maar ja, dat doe ik dan wel. Maar heb ik mogelijk even de kans om een trade te managen? En tegenwoordig met alt-trading kan je ook heel makkelijk je trade managen op je telefoon met de app. Dan kan je heel makkelijk even of een OCO weer zetten of even verschuiven. Of nou ja, wat er ook maar nodig is. Dat is heel makkelijk te doen. En ja, dat zijn dus de voordelen die alt-trading heeft. Nou, dan hebben we de honden weer. Nou, je ziet nu inmiddels dat die pesar is omgekeerd. Daar ben ik dan net iets minder blij mee nu. Niet zo dat ik denk van, och, nu gaat dit een verliestrade worden. Absoluut niet, want ik heb nog steeds de mogelijkheid om bij te kopen. Alleen ik had gehoopt om tijdens deze live sessie uit deze trade te komen. Nou, dat is net niet gelukt hier. En het is jammer dat we gewoon op de 5 minuten trades zijn ingestapt. Het liefst had ik gewoon mijn eerste SBM methode
op een 1 minuut trade willen laten zien. Want die weet ik gewoon, die gaan gewoon veel sneller. Mark zegt, maakt het uit met wat voor een bedrag je gaat SBM traden? Nee hoor. Ik ben zelfs mijn startbudget. Ik heb twee testbudget bedoel ik. Ik heb twee testportfolio's aangemaakt. Eentje voor de Bitcoin en eentje voor de dollar. En ik heb in beide ben ik gestart met $50 of met €50. Dus zelfs gewoon met €50 kan je de SBS-methode doen. En zelfs met €25. De reden waarom ik zeg €25 is wel het minimum. De order die jij plaatst moet minimaal $10 zijn. Dus als jij instapt met $10, dan heb jij altijd nog... Nou ja, in dit geval dan, als je $25 hebt, $15 over om bij te kopen. Dus je kan altijd een bijkoop plaatsen. Mocht jouw eerste trade een verliestrade worden, kijk, dan raak je iets van die $25 kwijt. Maar je houdt nog wel ruimschoots voldoende over om een volgende trade te doen. Met weer twee orders, een instaporder en een bijkooporder. Dus je moet dan wel in de gaten houden dat je minimaal $20 ter beschikking houdt om te traden. Ik ga afronden, want ik zie in deze voor 11 uur zie ik in ieder geval niet uit deze trade te komen. Eens even kijken. Kan je bij de SBM trade nu niet hebben dat de MA50 onder de verkoop komt? Wat doe je dan? Ja, dat kan. Ik doe dan niets, want de prijs kan ook nog wel naar de MA200 gaan, hè? Dus daar doe ik niets. Ik doe zelfs eigenlijk niets als de MA200 onder de prijs komt. Maar dan heb je ook al wel een bijkoop gehad. En dan kan je je verkoop lager zetten. Want de prijs gaat nu naar beneden. Hè? Dus nu ben ik weer alert op van... Hey, stel je voor dat dit weer in de buurt van de onderste bolletje band komt. Dan ga ik weer opletten van... Hey, komt er niet zometeen alweer een melding? En dan het liefst de SBM-melding natuurlijk. Want anders kan ik niet instappen. Maar komen er ook andere dingen kijken, bijvoorbeeld instellingen bij veel hogere bedragen dan €50 tot €100? Denk dan pas over bedragen na boven de €10.000. Tot €10.000 hoef je niets aan je instellingen te veranderen. Echt helemaal niets. Als jij gewoon je instapmelding of jouw volume hebt staan op 150 Bitcoin en bijvoorbeeld 5 miljoen of $6 miljoen. Nou, dat zou ik ook adviseren als je met €50 of €100 treedt. Dat heb je ook als je met €10.000 treedt. Alleen vanaf €10.000 zou ik dat gaan verhogen. Dan zou ik echt richting 250, 350 Bitcoin kijken. En ongeveer $8 tot $10 miljoen. Voor de rest treed je op dezelfde manier. Nou, de prijs wil nog niet echt een kant uit nu. Een beetje omhoog, een beetje naar beneden. Ik ga afronden, het is 11 uur. Ik laat deze trade wel even doorlopen. Wat uiteindelijk is geworden, ik ga er een printscreen van maken en ik plaats hem even in de Discord. Zien jullie ook uiteindelijk hoe lang deze trade nog heeft geduurd. En dan, want ik zal ook deze lijnen er even bij laten staan. Hè. Dit zijn de lijnen na 30 candles. Dus in dit geval is dat na 1,5 uur. Dus ik zal ze dan wel even in de algemene chat, zal ik ze dan wel even zetten in Discord. Nou, bedankt.